grote verschil tussen mijn schrijvershuisje in Chitry, hier 25 kilometer vandaan, en de molen hier in Razou. Dat is eigenlijk iets algemeens voor de Morvan. Wat ik hier in Razou als grote verschil merk, dat is water. De aanwezigheid van water. In Chitry is het vooral kalkrijke grond en heel erg droog. Geen waterplassen, geen riviertjes. En hier in de Morvan is gewoon water het ding. En hoe komt dat? Wel, hier valt heel veel water. Het is zo dat de gemiddelde hoeveelheid regen in Frankrijk, dus algemeen gezien over het volledige land, per jaar is ongeveer 700, 800 millimeter. Hier in de Morvan is dat gemiddeld 1850 millimeter. Dus 2,5 keer meer dan in de rest van Frankrijk. Het heeft te maken met het feit dat de Morvan ten eerste op een kruispunt ligt van luchtstromingen. Dus enerzijds uit het oosten krijgen wij een continentale luchtstroom, uit het zuiden een mediterrane luchtstroom en dan uit het westen een Atlantische luchtstroom. Die brengt vanuit de zee heel veel regenwater met zich mee en die regenwolken die worden tegengehouden door die andere luchtstromen en dat blijft hier dan gewoon hangen. Dat in combinatie met de heuvels die we hier hebben. Dus we zitten hier plots toch wel een pak hoger dan de rest van het landschap. Het hoogste puntje van de Morvan, 900 meter. Dus wat we vaak zien is dat die regenwolken die vliegen over het vlakke Franse land, het relatief vlakke Franse land en blijven dan gewoon haperen aan de heuveltoppen van de Morvan en blijven hier dan hangen. Dus soms als ik op de buirader kijk, dan voorspelt de buirader een bui van een half uur, 45 minuten en blijft het gewoon 6, 7 uur regenen. Die vele regen die kan trouwens hier ook niet wegcijpelen in de grond, want de Morvan is gewoon één groot granietenblok, een granieten eiland. Dat water blijft dus op het oppervlak en rolt daarvan dan richting Parijs en de zee. Maar dat zorgt er dus voor dat wij hier een gigantisch netwerk hebben aan riviertjes, stroompjes, vijvers en meren. Dus de Morvan, dat is eigenlijk in grote lijnen water. Water is heel belangrijk en ik geniet van dat water. Ik vind vooral dat kabbelende geluid van een beekje, dat kabbelende geluid van een riviertje zo rustgevend. En ik kan mij soms gewoon aan de kant van de rivier de Chalot hier op 150 meter van de molen zetten en gewoon kijken naar dat passerende water. Het is zo rustgevend. Het geeft een enorm mediterend effect op mij. Gisteravond werd ik trouwens plots heel onverwacht, maar zeer aangenaam verrast. Het was rond 7:30, 8:00 denk ik. Ik had net gegeten, afwas gedaan. En ik had mijn zetel geïnstalleerd om YouTube-filmpjes bekijken. Het was lekker rusten, de honden naast me, de kat aan het spinnen aan mijn voeten. Ik had nog eens een klein sfeerlampje aangedaan. Buiten was het donker en stil. En het was gewoon afwachten tot de nacht zou komen. Maar plots begon Baxi te blaffen en de deur ging open, de deur van de woonkamer.
En daar stond Jackie. Jackie, die normaal in Lyon was, de timing, de planning van haar film, die was volledig omgedraaid. Dat had men eergisteren blijkbaar beslist. En ze had mij daar niets over verteld. De planning was op die manier veranderd dat ze vandaag dus een vrije dag had gekregen. En daardoor een weekend van 3 dagen, waardoor ze dus toch had beslist om naar Razou te komen, om naar de Morvan te komen. En zo mij verrassen, ze heeft er helemaal niks van gezegd. En het was uiteraard een heel fijne verrassing. Dus ze is nu de komende 3 dagen hier in de molen. Die gaan we samen door. Brengen. Dat breekt opnieuw die confinement, die lockdown, dus dat doet echt wel deugd. En het is fantastisch weer en ook de komende dagen zal het zo blijven, dus ik denk dat we af en toe wel eens een stukje hier gaan wandelen in het bos. Ja, helaas mogen we niet heel ver en mogen we niet heel lang, maar van die korte stukjes gaan we toch genieten. Ik wil ook nog even snel terugkomen op het vlogje van gisteren, waarbij ik zei dat de statistieken van mijn YouTube-kanaal en dalende lijn gingen. Het was blijkbaar nodig om dat te zeggen, want de vlog van gisteren die werd vrij veel bekeken. De statistieken die gaan dan uit het dak, blijkbaar. En ik denk dat het voor een groot deel te maken heeft met algoritmes. Dat komt ook een beetje uit de reacties van jullie. Ik zie dat heel veel mensen op mijn video's klikken als ze het zien passeren via Facebook. Ik plaats elke dag de video online ook op Facebook, of toch de link richting YouTube. Maar Facebook en YouTube, dat zijn misschien wel de grootste concurrenten ter wereld, die houden niet van elkaar. Dus als ik een link naar een YouTube-filmpje op Facebook plaatst, dan doet Facebook er eigenlijk heel veel aan om dat niet aan jullie te tonen. Waardoor heel veel mensen iets zien, dus ook niet aanklikken en dus ook mijn filmpjes niet bekijken. Dan gaan jullie misschien zeggen, waarom zet je je filmpjes niet rechtstreeks op Facebook? Dat is een keuze die ik heb gemaakt. Ik wil gewoon via YouTube meer kijkers gaan creëren, meer views gaan creëren. En ik geloof op de lange termijn dat dat ook zal werken. YouTube is gemaakt voor filmpjes, dus daarvoor dient het uiteindelijk ook. Maar goed, dan zie je ook wel de kracht van die algoritmes, want het filmpje van gisteren zorgde meteen voor wat discussie. Veel mensen gingen gaan reageren op het filmpje, ook op Facebook. En dan zie je dat er dus inderdaad een discussie ontstaat onder de link op Facebook. En dat Facebook dan zegt van, ah, er gebeurt van alles op deze post, we gaan die wat meer kijkers geven. Dus die Facebook-post die werd meer bekeken, waardoor ook mijn YouTube-filmpje meer werd bekeken. En zo gaat alles terug omhoog. Dus aarzel niet om te gaan discussiëren, om te gaan converseren onder mijn Facebook-links en dan zal Facebook ons toch helpen. Daarover gaat het uiteindelijk. Elke platform wil jullie zo lang mogelijk bij hen houden. Het is wat het is. Goed, tijd om deze video hier opnieuw af te sluiten. Ik ga wel gaan profiteren van mijn lief die hier is. Vergeet je niet te abonneren als je nog niet deed. Geef deze video een like door op het duimpje onder deze video te klikken. En ik hoop dat jullie morgen opnieuw op mijn kanaal afstemmen. Tot morgen. Dag.